Elko van der Wild van D66 vindt dat de PvdA zich niet genoeg inspant om draagvlak te creëren voor het Groninger Forum. Nu ligt het Forum onder vuur van de Stadspartij, de VVD en prominente PvdA'ers. Ze vinden het een geldverslindend project. D66, zelf warm voorstander, vindt dat wethouder Frank de Vries zich nauwelijks inspant als pleitbezorger. Ik had eigenlijk verwacht, als dat debat nu zo aan het ontstaan is, want het wordt blijkbaar toch een verkiezingsthema, dan verwacht je dat de wethouder die daarvoor moet gaan zorgen, ja, voorop staat om dat verhaal te vertellen. En dat merk ik veel te weinig. Van der Wild vindt dat Frank de Vries zich met de discussie moet bemoeien. Juist nu de discussie ook in de Partij van de Arbeid weer is losgebrand. Wat ik nu tegenkom is eigenlijk Frank de Vries de lijsttrekker. Uh, uh, je, we hebben gezien dat de afgelopen jaren de PvdA eigenlijk een beetje onderaan de streep heeft gestaan. Uh, de SP heeft SOZAW, uh, heeft het armoedepact, uh, Karin heeft haar trem en uh, de duurzaamheid. En de PvdA heeft eigenlijk niet zoveel behalve het Forum, alleen daar zijn ze in eigen geleden niet allemaal even positief over. Dus het lijkt wel alsof Frank de Vries niet zo, uh, uh, niet zo stevig met het Forum te koop wil lopen, terwijl dat nu wel heel hard nodig is. D66 is voor de bouw van het bijzondere gebouw, maar stelt voorwaarden aan het geven van groen licht. Zo ontbreekt nog steeds een bedrag van 10 miljoen op de begroting. Daarom heeft D66 samen met het CDA het interpelatiedebat aangevraagd. D66 en ook het CDA zijn de partijen die hebben gezegd we zijn voor het Forum, maar wel op een aantal voorwaarden. En aan die voorwaarden is nog steeds niet voldaan. Daar maak ik mij samen met de heer Seton ernstig zorgen over. En dat debat wil ik morgen gaan voeren. Ook andere partijen hebben gezegd niet verder te willen gaan dan de 31,25 miljoen die nu is gereserveerd, plus de kosten voor de parkeergarage en archeologisch onderzoek. Die 10 miljoen moet er dus komen. Mijn fractie heeft gezegd dat uh, die 10 miljoen uh, die uh, nog nodig is, die komt niet uit het gemeentelijk budget. Dus als die 10 miljoen niet vanuit de EFRO-subsidie komt, dan zal die ergens anders vandaan moeten komen. En als uh, hij er niet in slaagt om het ergens anders vandaan te halen? Nou, dan, heeft, uh, uh, dan heeft het college een groot probleem. Uh, want dan uh, staat de, uh, de, zeg maar de toestemming van D66 in ieder geval op losse schroeven. Morgen praat de Raad verder over de financiering. Ik denk uh, dat het een hot item wordt in het verkiezingsdebat. Maar dat het in uh, de uitslag helemaal niet zoveel uitmaakt. Want er is een grote meerderheid voor het Forum. En welke coalitie er straks al komt. Die grote meerderheid zal er blijven. Dus dat forum gaan we gewoon bouwen. En dan kunnen we beter zorgen dat we dat forum op een goede manier bouwen. Met niet te veel geld. En zorgen dat als straks de deuren opengaan, dat er een prachtig gebouw staat. Met een hartstikke mooie inhoud. Voor meer informatie over de standpunten van alle partijen, kijk ook eens op Groningenkiest.nl.